Dag, daar ben ik weer. Zelda Play 20 terug met een nieuwe aflevering van Let's Play The Legend of Zelda The Wind Waker in HD. Yeah! Voordat ik deze aflevering ga beginnen, het is nog steeds regenachtig en het is nog steeds hartstikke donker en daar word je niet vrolijk van. Maar er is dus een speciaal requestje wat ik had gekregen via Facebook, want vandaag is het namelijk een hele speciale dag. De vader van DJ, ja DJ, ik heb het tegen jou, die had mij gevraagd of ik namelijk DJ zou willen feliciteren met zijn verjaardag, want die is vandaag, volgens mij was je 7 geworden, uit mijn hoofd. Dan ga je me toch niet vertellen dat ik te vergeten ben. Ik ga voor 7 jaar. Volgens mij ben jij 7 jaar geworden en jij bent een hele grote fan van mijn video's, zover ik heb begrepen. Dus, speciaal voor jou, happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday great DJ. Happy birthday to you. Oké, nou dat hebben we dus nou out of the way. Dan gaan we dus eventjes, nee ik wou geen foto maken. Dus DJ, ik hoop dat je vandaag een hele leuke dag hebt. Je vader had dat speciaal aan mij gevraagd. Dus bij deze, ik hoop dat dat heel erg leuk is geworden. In de vorige aflevering hebben we bommen gejat van de piraten. En moesten we dus zo snel mogelijk terug naar Outset. Maar het grappige is, nou heb ik al helemaal, ben ik al bijna bij Outset. En het is nog steeds nacht. De dag is nog niet aangebroken. Want als het de dag zou aanbreken, dan zouden de piraten achter ons aanzitten. Maar het is nog geen dag geweest. Dus, nou, dag! In HD! Ja, nou. Dus, nou ja, dan gaan we maar gewoon naar Outset. En, nou ja, dan zijn we er in ieder geval eerder dan de piraten. Dus, dat maakt mij niet zoveel uit. Ik dacht dat ik iets dichterbij was, maar het duurt iets langer. Derpy-derp. Nou ja, je ziet in ieder geval heel veel bliksemeffecten op de achtergrond. In HD! Dus ja, we zitten al bijna op de 100 en ik wil deze aflevering eigenlijk die 100 nog niet halen. Daar heb ik eigenlijk ook weer een grapje voor, dus dan moet ik even goed plannen. Maar goed, we zitten dus hier bij Outset en dan krijgen we dus weer wat voice acting. Wat leuk. Have you noticed, Stefan? Morning has not broken since we arrived at Great Fish Isle. The land was so ravaged by monsters. It is as if time itself is frozen. Ach joh, let it go. Perhaps this is the curse that Valu spoke of. Whatever the reason, if this night does not end, then we need not to worry about the pirates overtaking us. In fact, it might be not a bad idea for you to visit your hometown and family again after such a long time away. Oh, we can speak with Jaban after you do. Oké, dus de wereld die gaat naar zijn grootje, we moeten opschieten, maar nou zeg je dat ik alle tijd mag nemen. Oké, prima. Geen probleem. Dus, nou jongens, ik zie jullie over 3 jaar. Dat lijkt me... Hé, hey, we hebben post. Gezellig. Hallo postman. Post ingooi, man. Ik wil mijn briefjes lezen. Fanmail. Letters voor Stefan. We have one letter. Here is your letter. Nou, dankjewel. Notice from Beatles Sharp Ship. Het zijn de bombs. Iets met bommen. Oké, dus we kunnen nou bommen bij hun kopen. Hartstikke leuk. Niet allemaal overal te bereiken. Geweldige opportunity. En we krijgen een Beatle kaart. Wat heel erg leuk is. Wat we toch niet zouden gaan gebruiken. Zinloosheid.nl op zijn max. Nou, het eerste wat je wilt doen. Heb je een veetje op zak? Dan zou je dit al kunnen doen. Heb je nog geen veetje op zak? Dan moet je dus zeg maar eerst het pad op waar we dadelijk naartoe gaan. Dus dan laat ik jullie zien waar je veetjes kan halen. Maar goed, heb je een veetje op zak? Zeker handig om eerst eventjes langs oma te gaan. Hé, hey, oma! Ik heb een veetje voor je. Ja, veetje is wel belangrijk. Zal ik zo uitleggen waarom? Nou hoop ik dat ik oma's stem nog een beetje terug kan doen van de vorige keer toen ik het had. Maar volgens mij had ik daar een hele gentle stem neergezet. Dus ik ga het gewoon proberen. Je ziet dus oma er een beetje bij zitten. Een beetje sobby zo. Stefan, Errol, don't go. Don't leave. Don't leave your poor old grandma. All alone. Nou, doei. Nee. Wat we willen doen is, we willen dus zeg maar een veetje selecteren. Even zo dicht mogelijk bij oma gaan staan. Hoi oma, je negeert me gewoon hè. Jij negeert me gewoon hè. Nee, dit wil je gewoon echt doen, geloof mij maar. Dus wat je dan doet is, je pakt je veetje. En dat veetje, daar hield ook gelijk oma. Oma zal ook wel schade van iets hebben genomen, weet ik wel waarvan. Je weet het maar nooit met die oma's. Oh. Oh, Stefan, is that you?
Grandma's always happy to see your bright, shiny face. Stefan, my dear, sweet Stefan. Afstand, oma. Rustig aan, hè. Paas erop. You're safe. That's wonderful. Just wonderful. Did you do this? Did you heal me? Oh, you're such a sweet child. Ja, zo kan hij wel weer, oma. Oh, that's right. Ja, dat dacht ik ook, ja. You and your sister Errol are trying so hard to be strong. And I've just been sitting here, moaning and worrying. Ja, ik verwacht op zijn minst dat je een bezoek ergens wel had geregeld. Dat we alles gewoon naar Smarter konden schieten. Maar nee hoor, hier zit je alleen maar te kreunen, te chagrijnen. I'm your grandmother. Nee, goh. Ik denk maar denken dat je mijn opa was. I'm the one who should be taking care of you. Doe het dan eens! I'm so sorry, Stefan. I haven't even considered what you must be going through. I am a terrible grandma. Ja, dat ben je zeker. Stefan, this is all I have to give you right now. You can keep it in an empty bottle. En we krijgen granny soup, yay! Nou ja, eigenlijk is het elixir soep geen granny soep, maar het is eigenlijk soep van oma, dus we zeggen gewoon granny soep. Ook al is het elixir soep, maar dan niet uit. Dat is een geweldige potion, zeker op hero mode. Kan het niet vaak genoeg zeggen, nee, daar gaat geen counter van komen, maar ja, het is een geweldig iets. Elixir soep, daar zorg ik ervoor dat je dus zeg maar dubbele schade doet met je zwaard. Dus dan mogen we in plaats van dubbele schade ontvangen ook nog een keer dubbele schade doen tegen een vijand, totdat we geraakt zouden worden. En het vult al je hartjes en je magie, dus eigenlijk een beetje hetzelfde als een blue potion. Buiten dat is hij zo vol gegooid dat je dus twee keer het kan gebruiken. Zeker handig. Dus oma, we nemen al die slechte dingen terug. Want het leukste is hij leeg, dan kun je altijd bij oma even langskomen om gratis en voor niks een refill te halen, waardoor dat blue potions bijna overbodig zijn. You and your sister love this soup, don't you? If you run out, I can make it by for you anytime you like. Grandma's going to try... Ja, oké, dat ging te snel. Ah, but don't do anything reckless, alright? Nee hoor, ik sla alleen maar monsters neer. Vind je vast en zeker niet erg, oma? Nou, dus we hebben nou dus een gratis refill voor een hele goede potion, voor een elixirsoep. En die kunnen we dus zo vaak gebruiken als dat we zouden willen. Gunstig. Goed, wat we dan willen doen, is de tweede fase die je zou kunnen doen. Er is hier bij onze oude swordsman, daar is een piece of heart te halen, maar daar gaat best wel veel tijd in zitten. En die tijd die heb ik helaas niet, zoals jullie weten. Dit is de laatste aflevering. Hij is al extreem laat geüpload, maar dat kwam omdat er vanochtend... Ah, daar kan ik het eigenlijk wel over hebben. Maar in ieder geval, ik heb dus in het weekend heel erg veel te doen. Abu Naida staat voor de deur. En daarvoor komt er dus vrijdag, zaterdag, zondag geen upload. Maandag en dinsdag heb ik daarvoor eventjes vrije dagen voor gepland. Aangezien dat het toch 3 dagen intensief werken is op een evenement. Dus hopelijk hebben jullie daar begrip voor. En woensdag dan zit ik, dan heb ik mijn zoveel jaar op YouTube celebration. Dus dan komt er een hele speciale aflevering en dat wordt dan geen windweker. Maar wat dat is, dat zien jullie dus zeg maar op woensdag. Maar goed, wat er dus gebeurd was. Normaal gesproken fanmail, het gaat allemaal via mijn telefoon tegenwoordig. Op je telefoon kun je je mail vinden en weet ik het allemaal nog meer. En dan word je in één keer wakker en dan start je telefoon in één keer niet meer op. Ik laat mijn telefoon altijd aanstaan, just in case, voor noodgevallen, omdat ze me nodig hebben dat ik altijd te bereiken ben. Voor de mensen die me dus zeg maar telefonisch bereiken. Dus niet allemaal gaan vragen, wat is je nummer? Want dat ga ik natuurlijk niet geven. Maar joepie, ik heb schade genomen. Maar ja, wat dus het grootste probleem was, mijn telefoon die is er dus mee uitgescheiden. En nou ben ik dus zo snel mogelijk naar de winkel toe gegaan. En het probleem was ook, mijn telefoon is gehemeld. Dus moest ik zo snel mogelijk een nieuwe telefoon regelen. Daarom ben ik ook nog eens een keer extra laat met opnemen. Waardoor dat ik dus zeg maar heel erg veel aan tijdsnood ben gekomen. Noem maar op. En waarom staat er achter een wervel? Of zo'n draaikolk, zo'n waterkolk, zo. Wat het dan ook zou zijn. In ieder geval, wat we willen doen. Dus we willen hier naar de overkant toe gaan. Dus zorg er weer voor dat de wind goed staat. Geweldig. La, la. Oké, we hebben nou een zuidenwind en hij moet naar het westen toe. Je hebt hier geen volle magie voor nodig. Je kunt het ook al doen met het kleine balkje magie. Maar wat je wil doen is je wil dus zeg maar je lief gebruiken om naar de overkant toe te gaan. Want hier zit een upgrade. Nou, ik wou dat ik die eerder had kunnen krijgen. Dit is een hele belangrijke upgrade. Dus zorg ervoor dat je die hebt. Wat je wil doen, dus je wil hier, hebben we nou in plaats van die joy pendant mafkezen, hebben we hier nou dus zeg maar een paar vijanden die zwaar irritant zijn. En jij hoort niet zo in de muur te zitten. Oh, auw. Dat is niet lief. Daar. Dan doe ik ook niet lief. Wel dood? Goed zo.
Zitten hier weer 20 rubies? Nee, daar zitten dan van die spikebeesten. Daar word je ook niet vrolijk van. Maar goed, je wil hier bij deze steen, waar ik eerst al zei van, weten jullie nog die steen, daar komen we later op terug. Dit is het moment dat we hierop terugkomen. Die steen kunnen we opblazen nadat we bommen hebben. Zeker handig om dat te weten. Als ik daar het minste op kan springen, maar ja, ik kan niet hoog springen blijkbaar, want er heeft Link weinig zin in. Oeps. Bommen zijn heel erg belangrijk en ik verpest nou al een bom. Goed bezig. Oké, nou. Dan springen we hierin. Gezellig. En dan komen we weer bij een Great Fairy. Hallo, Great Fairy. Ik zei Great, jij bent te klein. Je bent een klein vee. Oké, daar is de Great Fairy. Ik zei, iemand die zei altijd dat het op een geest lijkt. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind dit model minder eng als het model van de Ocarina of Time en Majora's Mask. Ik bedoel, dat is gewoon een eng grietje. Dat, gewoon nee. Dus, Young Waker of the Winds, allow me to aid you in your quest. Nou, doe dat maar eens. Kots me helemaal onder mee blaadjes, wat lief. Door die vee krijgen wij dus een grotere rubiezak, waardoor dat we in plaats van 500 rubies, nou 1000 rubies kunnen dragen. Wat leuk. The fairies in this fountain will ease your weariness. When you grow faint from your battles, come here to give you refresh. Nou, dit is eigenlijk een grote omweg, dus nee. Hier zal ik maar één keer eventjes zeggen van, hey kijk, een empty bottle. Mag ik even een veetje? Dus mocht je geen veetje bij je hebben, zet veetje in HD hier te halen. Ping, ja. Hartstikke leuk. Ik moet oppassen met dat te zeggen. Je kunt hier ook gratis healen, want er zijn die veetjes genoeg. Maar ja, ik heb maar 2 empty bottles. Dus meer empty bottles hebben we op dit moment niet. Maar dat zijn de dingen die je kunt doen. Er is dus nog een piece of art hier te halen bij die vechtersbaas. Maar daar gaat heel veel tijd in zitten. Dus dat bewaar ik heel eventjes voor de volgende keer. Wat je hier ook nog eventueel zou kunnen doen is als je je grappling hook pakt. Er zitten hier nou, als het goed is, 2 moblins. Dus wil je 2 gratis skull necklaces... Kun je die zo hier eventjes stelen? Auw. Dank je. Nou, aangezien dat we dus niks met die moblins te maken hebben. Ja, sla elkaar maar lekker in elkaar. Je kunt ze wel gaan verslaan, maar serieus, daar heb ik geen zin in. En dat is allemaal weer tijdverdrijf. En ik wil deze aflevering toch nog iets meer doen dan alleen maar Granny Soup krijgen. Een upgrade voor onze portemonnee. Wat eigenlijk best wel raar is dat je daar een Great Fairy voor nodig hebt. Laten we eerlijk wezen. Oh, en... Ik sprong er nou net naar beneden toe. In het begin van deze let's play was het een issue. En nou is het geen enkel probleem. Vraag me ook niet hoe dat werkt. Maar wat je wilt doen. En dat zeg ik de laatste tijd heel erg vaak. Wat je wilt doen. Wat je zou kunnen doen. Wat je wil kunnen doen. Wat je wil doen. Je wil met je boot. Want we hebben hooi tegen oma gezegd. We hebben een veetje op zak. En we hebben de bommen nodig. Dus Are you ready, kid? Ah ja, Captain. If that's the case, then we must search for the cave around the backside of Outset, where Jobant is set to hide. Hoe weet jij dat allemaal? We weten alleen maar dat hij ergens hier verstoppertje zit te spelen. Maar ja, we hebben dus een gigantische draaikolk gezien, dus laten we daar dan maar naartoe gaan. Waarom ook niet? Daar zit die draaikolk. En als je daar dan in komt, dan krijg je dus zeg maar weer dezelfde dramatic tension als die we eerder hebben gehad. Bloep. En wat je dan wil doen, gaan we weer, wat je dan wil doen, is je wil je bommen tegen dat ding daar aangooien. Het enigste nadeel is, ben je er ver vanaf, kun je niks raken en dan kun je zo hoog mogelijk mikken, maar dat heeft geen effect. Je moet dit snel doen, want anders kom je in het midden. Volgens mij kun je 3 rondjes doen of iets. En als je daar te lang over doet, dan verzuip je half. Dus oké, omhoog die cursor, omhoog. Oké, schiet. Kom op. Oké, de eerste is raak. Splash! Even die cutscene, heel erg boeiend. Dan wil je de tweede raken. Kom op. Daar gaat de tweede al. Boom. En dan wil je die laatste poort opengooien. Waarom is dit ons eerder niet opgevallen? Nou ja, de deur is open, dat is het belangrijkste. Pop, 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 pop. Oh, en voordat de mensen gaan vragen over waar is Darkplayer, die ligt te slapen. Sst. Hey, kijk, een bakvis. Het is een lantern. Oh, Well met, Hyrule King.
Well met indeed, Jaban. I am pleased to see that you are safe. The events we have long feared seem to have been set into motion. Yes, it seems Ganon has returned. There can be no other explanation. If you have sought me out, it must mean you have found the hero of time, does it not? Unfortunately, that is not so. Then for what purpose have you come to see me? The one I have brought with me has no connection to the legendary one. And yet I sense great promise in the courage that this one possesses. Promise? You suggest that I leave the fate of Hyrule up to mere chance? I do. It is the only way. I see. Then I suppose it is up to the gods to deem whether his courage is true. I give you the guidepost to the gods. Nou, dat was makkelijk. Bij de eerste twee moesten we verdorie een hele tempel doen en deze die smijt hem gewoon in onze schoot. Hadden die andere maloten dat niet kunnen doen? Nou ja, we hebben de glazen bol van Hyrule, hartstikke gezellig. Makkelijker kan niet. This jewel should break the curse that Ganon has cast upon the land. So, that foul rain and endless night were indeed elements of the curse brought out on us by Ganon. He must intend to cast this land into pure darkness for all time. Tell me, Hyrule King, have you learned the whereabouts of the one who carries the bloodline of Princess Zelda? I believe I have. That is well. You must protect Zelda. She cannot be permitted to fall into the hands of Ganon. I am counting on you. Ja, het nadeel bij deze cutscene... Hou toch je mond! Ganon's curse has been broken by the power of the pearl that Jaban gave us. So morning should come soon. It is well that we have gathered all the pearls. Are you ready, Stefan? Nee, want we hebben nou een blauwe pearl, een red pearl en een groene pearl. Maar ik wil de black pearl. Okay, sorry, dat slaat nergens op. I have marked the places where you must set the pearls on the sea chart, bla 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 bla. Nou, daar ga ik dus helemaal... Clearly, the search of Jaban has shown Ganon has begun to make efforts to block our path forward. It is certain that the perils ahead will be greater than any of you have faced thus far. You should finish our business, any business you have here on Outset right now, so that you shall not have any regrets later. Blah, 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 blah. Goed, de nadeel met die cutscene net. Zoals je dus zag, heel veel Hylian tekst. En zoals jullie van mij weten, het is gevoice-act. Alleen het probleem is, ik heb dan een tekst voor me liggen, wat de translation is. Zodat ik het dan kan voorlezen. Zodat je toch een beetje kan horen wat dat die goudvis eigenlijk nou te zeggen had. Dus daarom was het eventjes een beetje lang. Ik weet niet of het dadelijk goed uitkomt. Want ik moet het namelijk achter de schermen nog opnemen, die stemmen. Dus ik hoop dat het niet te lang stil is. Hopelijk niet. En hopelijk hoef ik het niet te rushen. Dus hopelijk staat alles een beetje goed. Laten we het daar maar op houden. Maar goed, met dat gaan we naar onze bevrijdingscamera. En gaan we dus in de volgende aflevering naar de drie eilanden waar de King of Red Lions het over had. Dus, zonder enig oponthoud wil ik jullie sowieso allemaal bedanken voor het kijken naar deze aflevering van de Windweker in HD! Yeah! En DJ, ik hoop dat je een hele leuke dag hebt. Ik hoop dat je deze aflevering ook super geweldig vond zoals altijd. Ik heb... best wel haastig een beetje opgenomen, maar ik hoop dat hij de goede kwaliteit geeft. Natuurlijk wens ik ook al mijn andere kijkers een idem dito hetzelfde. Hopelijk dat jullie deze aflevering leuk vonden. Heb je een leuk zo'n momentje, laat het natuurlijk weten in de reacties. Als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk de tijd voor hebt. En ik hoop jullie natuurlijk allemaal te zien in de volgende aflevering. Die donderdag zal plaatsvinden. Dus hou daar rekening mee, aangezien dat het heel erg druk is. Sorry daarvoor. Het is niet makkelijk om altijd afleveringen op voorraad te hebben. Sorry. Dus, zonder enig oponthoud, dank jullie allemaal voor het kijken. En ik hoop jullie natuurlijk woensdag te zien bij de special. En donderdag zijn we natuurlijk weer terug met de Windweker. Nogmaals bedankt voor jullie begrip. En tot dan. Doei! Yeah!